Trainer zondag FC Twente. Heb jij een fitte selectie? Op Piet Veldhuizen na wel. Nou, vorige week is dus genoeg gezegd en geschreven over die wedstrijd. Hoe hebben jullie als ploeg daar naartoe gewerkt, naar deze wedstrijd tegen Twente? Nou ja, goed, we hebben dat natuurlijk met elkaar geanalyseerd. En we hebben deze week hard getraind. Om die boel flink op scherp te krijgen. We gaan ervoor zorgen dat we vanaf de eerste minuut scherp zijn. En samen met goede voetbal ook een stukje beleving laten zien. Wat misschien vanaf de buitenwacht iets minder te zien was. En gewoon de drie punten halen. Hebben jullie daar nog over gesproken als groep, anders dan na andere wedstrijden? We hebben een beetje de beelden gezien. En van de buitenwacht kwam veel dat het er een beetje klinisch uitzag. En we moeten toegeven dat het misschien zo eruit ziet. Alleen als ploeg geven we alles. En ik denk dat niemand verzaakt. Iedereen gaat er vol voor. En dat moet nu ook de punten op gaan leveren. Ja, uiteraard praat je hier met elkaar over. Want ik vind altijd dat je iedere wedstrijd, ook als je het goed doet hoor, maar moet je die wedstrijd na-analyseren. Het kan altijd beter. En bij ons kan het zeker beter. Als je ziet de kansen die we missen en de doelpunten die we weggeven. Dan zal daar zeker wat moeten veranderen. Maar vooral ook de manier waarop natuurlijk. Het kan niet zo zijn dat wanneer je 2-0 voorkomt en een tegenstander scoort. Dat je vervolgens er als ploeg niet meer staat. En die kopjes naar beneden gaan. En daar hebben we met elkaar goed over gesproken. Dan zijn Vitesse en Twente twee ploegen die graag willen voetballen. Wat verwacht jij dan voor wedstrijden? Nou ja, Twente heeft thuis verloren van Groningen. Dat had ook hadden niet veel mensen verwacht. Dus voor beide staat die druk erop om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. Dus wat dat betreft zitten we in hetzelfde schuitje. Ja, ik denk dat Twente een van de beter voetballende ploegen is. Ze zullen ook het spel maken, wij ook. Dus we zullen moeten laten zien dat wij de sterkere ploeg zijn. Ja, ze zijn lastig te kloppen dit seizoen. Alleen ze verliezen vorige week wel. Maakt dat dan zo'n duel nog anders dat ook zij moeten winnen? Nou, ik denk dat het gewoon een wedstrijd wordt waarin de vorm van de dag de beslissing zal geven. En wij zullen thuis voor het eigen publiek een mooie wedstrijd moeten voorschotelen. En met veel passie spelen en de kansen benutten. En dan komt het goed. Maar Twente heeft een goed voetballende ploeg. Zeker als je ze laat voetballen. Dan hebben ze eigenlijk 11 jongens in het veld staan die allemaal kunnen voetballen. Zeker nogmaals als ze de tijd krijgen. Nou, dat is zeker niet wat wij van plan zijn. Dus we zullen er bovenop moeten zitten. Vorige week speelde Kazajsvili op het middenveld in plaats van Leerdam, omdat dat in de kleine ruimte beter was tegen Go Ahead. Dat betekent dat Leerdam nu weer terugkeert? Dat gaan we zondag zien.